Ik heb met Sergio Jendel gesproken en ik heb gezegd van Sana, een geweldsgolf zijn die gaande. Zeker ook met het oog op die mishandeling van die jongen. En ik zeg maar, wat is er gaande volgens jou in het land? En als je ook kijkt naar het bestuur, het beleid in het land en de bewegingen van de president, ook internationaal, hij is bezig investeerders te interesseren om naar Suriname te komen. Nou, luister naar dit gesprek met deze Surinamer, Sergio Jendel. En hij zei het volgende. Iedereen is lichtgebakerd. De situatie in het land maakt dat mensen, ja, hoe zal ik het zeggen, weemoedig zijn geworden, machteloos. En ze willen dan hun frustratie uiten en dat doen ze via social media. Het is een soort uitlaatklep geworden om je frustraties te uiten. Het is natuurlijk niet goed te praten, maar de situatie in het land kan dus, in het land kan dus maken dat mensen, je moet je voorstellen, er is structurele werkloosheid. Er zijn weinig kansen voor jonge mensen om zich te ontplooien. Toch om ondernemingen te starten. En ook al zou je een onderneming starten, of ook al heb je nu een onderneming, kijk je aan tegen een aantal uitdagingen. Die economie die er ligt op zich gaat. En mensen gaan hun frustraties uiten. Dat doen ze met name via social media, maar je leest ook de krantenberichten. Geweld op school, geweld over straat. En die armoede drukt zo zwaar. Dat mensen, op zich nu al zo lichtgebakerd zijn, dat bij het minste geringste ze met je op de vuist willen of gaan dreigen met de dood. Het houdt allemaal verband met die armoede die nu gevoeld wordt in die samenleving. Ja, je merkt dus een zekere vorm van frustratie, irritatie. Ja, zeker, zeker. Je moet je voorstellen, kijk, als je nu... ook al zou je een baan hebben, ook al zou je een bedrijf hebben en je merkt je hebt weinig aanloop of mindere omzet vanwege die economische situatie in het land. Dan word je weemoedig, ja. Want als je geen zicht hebt op beterschap, niemand weet wanneer het beter wordt. Je ziet dat die economie maar aan het afglijden is. En dan heb je waarschijnlijk iemand die ook in diezelfde frustratiesfeer zit. In diezelfde vibratiesfeer, dan heb je een probleem toch? Dan heb je de grootste problemen. En vooral nu, bij wijze van spreken, als ik hem in context zou brengen met dat voornemen van Bronto, minister Binnenlandse Zaken. Als je er nu voor zou kiezen om mensen te bewapenen, wat denk je dat er zou gebeuren? Dat is heel verder van huis. Precies, je krijgt de grootste problemen. Het zal sowieso niet te overzien zijn. De meeste mensen richten hun hoop op volgend jaar, 25 mei. Het lijkt alsof het een soort verlossingsdatum, als verlossingsdatum. Ja, maar het lijkt wel lang, hoor. Iedereen leeft ernaar. Hmm. Of je nou in Suriname bent of in het buitenland. Als je het goed meent met dat land, en Surinamers zijn, zeg ik, is een gevoel. Het is een gevoel voor waardering voor het land te volgen. En als je dus nu merkt dat iedereen ernaar leeft, maar zegt dat mij dat in principe de datum moet zijn waarop we verlost zullen worden van die verkeerde leiders die zijn gekozen in het verleden. Snap je? Tenminste bij de vorige verkiezing. Mensen wachten er gewoon op. Het is jammer om te constateren dat een regering die op democratische wijze gekozen is, bij het uitvoeren van dat mandaat, ondemocratische principes huldigt. Dus dat doet extra zeer en iedereen zit erop te wachten. Het is geen 100% garantie, maar we hebben wel met z'n allen gezien dat dit het nooit meer moet worden. Die samenleving had geloof met de verkiezingencampagnes en dergelijke die de mensen hebben gehouden. Met name de VAP, Wo-Sitting. Mensen hadden op een gegeven moment een afkeer gekregen tegen die NDP-regering. Voor veelal omdat ze ook een stukje arrogantie hadden getoond op het moment dat ze het niet hadden moeten tonen. En die wrok en die haat, die was er op een gegeven moment. En mensen hebben gewoon de NDP-regering weggestemd. In de hoop dat die volgende regering die zou komen, daadwerkelijk
dingen zou gaan doen die de ontwikkeling, die bevorderlijk zouden zijn voor de ontwikkeling van het land. Maar als je dus nu merkt dat die regering die je hebt gekozen, die regering waarvan wie je dacht dat zij die ontwikkeling zouden brengen, nu bijna 100 keer erger dan die NDP-regering is geweest, ja, dan wil je dat ze binnen de kortst mogelijke tijd vertrekken. Dan is 8 maanden veel te lang. Hoe komt het dat de kansen niet benut zijn volgens jou door de huidige regering? Die kansen zijn niet benut. Die mannen zijn gewoon erop uit geweest om hun eigen zak te vullen. Met een heleboel malversaties. Die lijst is zo lang dat we vandaag, en ook al zouden we 2 weken, 3 weken uittrekken om te praten over die malversaties, zouden we niet uitkomen. Recentelijk nog heb ik een lid van de Raad van Commissarissen van de EBS in de media horen treden, iets dat heel erg ongebruikelijk is. Maar die meneer die vond het nodig. En ik denk dat het, wanneer je praat over transparantie, openheid van bestuur, vond ik het een goede stap van die meneer. 1. Ten eerste om zijn eer en goede naam te zuiveren. Is hij in de media getreden om aan te geven dat die huidige directeur, althans de broer van de vicepresident, directeur van EBS, erop uit was om 2 oude machines in te kopen om die stroomvoorziening te kunnen garanderen voor Albina en omgeving. En als de meneer kijkt naar de prijzen die worden geoffreerd voor de machines, dan maakt die meneer terecht een opmerking als oud-directeur, operationeel man bij de EBS, dat die dingen 3 tot 4 maal duurder zijn. En hij geeft verder ook aan dat ook al zou hij die machines van heel het land bij elkaar zetten, dan nog zou het niet zo duur zijn als die 2 enkele machines die naar Albina zouden moeten worden gebracht. En wat schetst je verbazing? Op de een of andere manier drukt de politiek weer door. En worden die 2 oude machines waarover zoveel gewacht is gemaakt, worden toch gebracht naar Albina. Dat betekent dat de politiek in principe aan zijn laarzen lap de wil van de meerderheid. Toch, als je zegt, er is een RVC die een beslissing moet nemen, en er wordt toch een beslissing doorgedrukt, dan hoeft die RVC niet te bestaan toch. Als zij een controlerende taak moeten uitvoeren. En erger nog, zie op die video ook nog, die machines die worden gebracht naar Albina, onder begeleiding. Ik vermoed dat het onder begeleiding van de politie zou zijn geweest, vanwege het feit dat het om zwaar materieel gaat, met misschien een gevaar voor andere weggebruikers. Dus ik zie een auto in die video met zwaailicht en sirene in de kleuren van de politie. En wie stapt daaruit? De directeur van EBS. Dus ik vraag me in gemoede af of die korpschef daar een uitleg over geeft. De media heb ik daar niet over horen praten. De minister van Justitie die zwijgt in alle toonaarden. De minister ad interim van Justitie die zwijgt in alle toonaarden. En ook de president zegt daar niks over. Dus zet me af te vragen, wat hebben we aan deze mannen? Hoe kun je in hemelsnaam een directeur van EBS, van een parastataal bedrijf, zo ver krijgen dat hij en met politie sirene en met optische verlichting een transport doet van Paramaribo, neem ik aan, naar Albina, alsof hij de politie is. Dus hier zit je af te vragen, wat is dat nu? Is dat een failed state? Is het we doen wat we willen? Wat kan hij niet meer doen dan alleen maar machines transporteren? Dat betekent dat hij, als hij dat kan, en als hij dat zo kan, ook andere dingen kan gaan doen met de zwijling en sirene, gelijkende opdracht van de politie. Je hoort ook het Openbaar Ministerie niet erover praten. Dus iedereen zwijgt en iedereen kijkt, hoe zal ik het noemen? Lijstzaam toe, hoe dingen gebeuren in het land en niemand zegt er iets van. Je vraagt je af of er nog kritische burgers zijn in Suriname. Hoezeer het geen nieuw fenomeen is in het land? Ja, maar waar trekken we die grens? Snap je, waar trek je die grens als samenleving? Wanneer gaan we dit soort dingen bespreekbaar maken? Wanneer is het een item voor de media? Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel, het feit dat iemand, en ik refereer weer naar een andere zaak. Ik kan me herinneren dat, ik dacht een paar maanden terug, een of andere eigenaar van een securitybedrijf ook nagenoeg een soort gelijk ding heeft uitgehaald. Hij is aangehouden. En als je je af te vragen, als je je uitgeeft als te zijn politie, is dat voldoende grond? Om verhouding. En zou je daarvoor, en ik bedoel, het is publiek geheim, iedereen ziet het is op social media. Die machines die waren toch niet daar, die zijn op een gegeven moment gebracht. En dan vraag je je af hoe een directeur zich op zo'n vlak kan begeven om zich uit te geven als politie. Want je verplaatst je op de openbare weg, werkgebied van de politie, toch als werkarm van het Openbaar Ministerie. En je vraagt je af,
is er een journalist geweest die de perschef bij het Openbaar Ministerie met deze zaak heeft geconfronteerd? Is er een journalist geweest of een mediahuis die de minister van Justitie met dit fenomeen heeft geconfronteerd? Is er iemand die ooit eens tot de conclusie komt en zegt van hé, dit is toch niet correct? Is er iemand die de president daarover heeft gesproken? En er zijn genoeg staatsrechtdeskundigen en mensen, juristen, die hier antwoord op kunnen geven, of tenminste een mening kunnen vormen. Maar de autoriteiten die dat zouden moeten doen, die doen het niet. En als de media verondersteld wordt de vierde macht te zijn in het land, dan zeg ik, dan laat je macht zien, toch? Want als alles dat we met z'n allen hebben afgesproken of geaccepteerd hebben, dat we leven in een democratische samenleving, gestoeld op het principe van rechtsstatelijkheid, dan is dit kan nog wel, toch? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn met elkaar. Of we zeggen we leven dan, Suriname is dan een totale anarchie of autocratie of hoe je het nou wil noemen. Maar als je pretendeert dat het een democratische rechtsstaat is, dan moeten dingen toch volgens democratische en rechtsstatelijke principes geschieden. Dan hoe kan het zijn dat we bandeloosheid in stand houden? Ik zou bijna gaan in het Engels, zoals mijn grootmoeder zou zeggen. This is typical slackness. Ik kan me niet voorstellen dat er niemand is die er gewacht van maakt. Toch, dat dit niet de manier is dat we met elkaar hebben afgesproken dat Akondre moest draaien. Ja, hoe kijk jij naar de... Jammer. Hoe kijk jij naar de blijdschap van de mensen van de plaatselijke bevolking? Nou kijk, die mensen kunnen niks anders dan blij zijn. Ik begrijp het. Maar ik zeg één ding, ik trek die lijn altijd een stukje verder toch. Als een politieagent een dief aanhoudt, krijgt hij een applaus. Als een arts een goede operatie heeft gedaan, krijgt hij een applaus. Nee toch? En waarom zouden we de mensen die onze politieke belangen moeten behartigen een applaus moeten geven? Het is je werk, je wordt ervoor betaald, je wordt er dik voor betaald. Dus ik zou geen applaus geven aan iemand die moet doen wat hij moet doen. Of dat ik een applaus moet komen geven aan een minister omdat hij ergens een houten brug heeft getrokken voor een lokale gemeenschap. Of omdat hij busvervoer heeft geregeld voor schoolkinderen. Omdat een directeur in hoogst eigen persoon met de eer wil strijken dat hij machines naartoe heeft gebracht. Dat we contactie aan mijn zitting. Is wat hij had moeten doen van meet af aan. En dus ik begrijp de blijdschap van de mensen aan de ene kant. Ja. Maar als jij niet beter weet, dan ben je blij met een dode mus, toch? Want in principe hoef je niet te bedanken daarvoor. Het is waarvoor die persoon wordt betaald. Ja, en het besluit van de president om de mensen te ontvangen, de woordvoerder die zei van, met al mag toch wel gezegd worden dat de oplossing gekomen is nadat hij ons gesproken heeft op het kabinet. Ach ja. Weet je, het zijn gewoon populistische dingen hoor, om te laten zien dat die president oor heeft voor problemen en dergelijke. Maar de man is selectief toch. Ik breng altijd in herinnering dingen die zich in het verleden hebben voorgedaan, recente verleden. Toen de mensen in Brokopondo onder water zaten, je kent die toestand toch. Mensen hebben duizenden dollars geïnvesteerd in kwekerijen, noem maar op. Maar ook mensen hun huis en inboedel en dergelijke. Was het toch ook dezelfde politieke partij of de combinatie, diezelfde regering VAP, ABOP, die niks heeft gedaan? Waarom voor de ene kant van het land dan wel iets doen? En je moet nu kijken, typisch. En dat is typisch de politiek in Suriname. De president die heeft kennelijk een paar zetels gehaald in Ikeri. Die rijstboeren komen even en ze staken even en houden die Weenaarbrug even bezet. Het is overigens de eerste keer dat de president naar protesteerders gaat luisteren, want dat heeft hij nooit gedaan. Kennelijk heeft hij het gedaan omdat de mensen op hem lijken. Ik bedoel, ik kan het niet anders zeggen. Want dat is de conclusie die je uiteindelijk trekt, die bittere conclusie. En aan de andere kant wordt er iets gedaan voor Albina, omdat die vicepresident uit Albina komt. Nou, dat zegt in principe al veel over de politiek voering van het land en hoe men er tegenaan kijkt tegen de rest van het volk. Want je kunt wel zeggen, ja, maar ze hebben toch ingespeeld op die situatie bij Alkmaar. Toen het onderwerp is, ja, daar hadden ze geen keus voor. Snap je? Maar Brokopondo is een beetje ver van hun bedshow. En aangezien Brunswijk weinig zetels of geen zetels heeft gehad in Brokopondo, dan mogen ze in Brokopondo verzuipen. Om het maar zo uit te drukken. Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer van de politiek. Wanneer we praten over Suriname, dat ze met name gefixeerd zijn op de districten in het kustgebied. Voor de rest telt de rest van Suriname niet. De rest van Suriname telt alleen
wanneer je hem kan zien als cash cow. Er moet steenslag en grind komen uit Brokopondo, daar is Brokopondo goed. Maar vertel mij waarom Brokopondo geen recht op heeft om ontwikkeld te worden. Vertel mij waarom Sipaliwini geen recht heeft om ontwikkeld te worden. We gezien het alleen maar als cash cow, ja, om Paramaribo een beetje tot ontwikkeling te brengen. Alhoewel de afgelopen jaren heel weinig daarvan te merken is. Maar wanneer we praten over Suriname, vergeten we altijd het achterland. Wie zegt dat Kwamala geen ontwikkeling nodig heeft? Hoeveel tijd besteden we aan Kwamala? Uiteindelijk gaan we het niet alleen kunnen doen. De investeerders zijn natuurlijk ook nodig. De president die is drukdoende om investeerders ook te triggeren. Om naar Suriname, te komen. Hoe schat je dat in? Denk je dat er muziek in zit om die investeerders hier te krijgen, te interesseren? Investeerders staan niet erom te springen. We hebben 1, niet een voordelig belastingstelsel. Eigenlijk niet eens goed in elkaar gezet, want een heleboel mensen die betalen geen belasting, die belasting zouden moeten betalen. En ook die infrastructuur van ons is niet geweldig. Dus ja, je gaat een heleboel moeten investeren in zeg maar infrastructuur en de bereidheid en die zeg maar die kracht van het land om investeerders vriendelijk te zijn, dat hebben we niet. En ze staan er niet om te springen. Overigens heeft hij ook aan het begin van zijn regeerperiode gezegd dat de mensen in de rij staan om te investeren. Maar met die steun die hij heeft uitgehaald in New York, zegt het mij dat het niet het geval was. Want als ze in de rij staan, dan hou jij die vergadering niet in New York, maar in Paramaribo. En ook als ze je niet in Paramaribo willen houden, dan hou je het op Para. Dan hou je het vlag daar op de luchthaven, zodat de mensen gelijk weer kunnen vertrekken als ze op dat moment niks te zoeken hebben in het land. Dus nu ga jij, als het ware een beetje als president, proberen te kijken wie allemaal daar naartoe komt. En als ik kijk naar die beelden die zijn verslagen, dan zie je weer een typisch dat er alleen maar mensen daar niet nagenoeg, alleen maar mensen op de foto stonden die op de president lijken. Dus het kan ook een lekker uitje zijn geweest voor de mensen om te komen. De stad Suriname die heeft een geweldig hotel in Queens gereserveerd. Maar dan gaan we lekker saté eten en Surinaamse gerechten, want we hebben het jaren niet gegeten zoals het waarschijnlijk wordt verkocht daar. Dus dan we go, dan zitten we lekker. Het is een uitje. Een beetje in de presidentiële sfeer. Genieten van dat event. Maar zelfs staan de mensen niet om te springen om te investeren in Suriname. En ja, oil en gas is leuk. Maar laten we eerlijk zijn. Limbo, we moeten niet het gevoel gaan wekken alsof in die oil en gas business we allemaal miljonair geworden in dat land. We weten allemaal dat in die oil en gas business zeg maar local content in de vierde echelon zit, omdat de grote maatschappijen die zitten in de eerste echelon, Shell, Schlumberger, Petronas, Cosmos en al dat soort bedrijven. Daar heb je die tweede echelon. Daar heb je bedrijven als Schlumberger, mannen die hydraulische pompen en leidingen en dat soort dingen leveren. Die hebben we in Suriname niet in die third party. Dan heb je de mensen die toeleveranciers zijn. Ik meen te weten volgens mij ook nog HES en dat soort bedrijven. Dus en Rams Logistics en mensen die allemaal logistieke zaken leveren voor die oil en gas. En in die fourth party, die onderste echelon, daar zit local content. Maar als je je niet hebt verdiept in die materie, ga je denken, oh, dat kunnen wij. Gaan local content, je gaat wat verdienen. In een spin-off ga je wat verdienen. Maar je moet die mensen wel duidelijk uitleggen hoe ze het gaan verdienen. Snap je? En die investeerders, ja, het is leuk. Maar als ik geld heb, wil ik niet investeren in die fourth party. Wil ik spelen bij die biggie boys. Dus als ik op de miljoenen zit, ga ik aandelen kopen bij Shell. Ga ik aandelen kopen bij Cosmos. En dat soort grote bedrijven. Snap je? Petronas en noem maar op. Maar ik ga niet per definitie dat risico nemen om in local content te investeren. Dan zet ik liever die aandelen en dan heb ik een revenue op een bepaalde termijn. En ja, local content, het gaat lukken, of zou moeten kunnen lukken, maar daar moet je nu aan werken. Toch? Je moet nu aan werken, want als jij nu jouw local content, jouw lokale mensen, niet eens ondersteunt, je begint niet met de infrastructuur op te zetten, hoe je belasting gaat innen, hoe die BTW moet worden betaald, dat mensen niet te lang gaan staan bij een kassa of bij een balie,
Maar dat je moet gaan naar ICT-producten leveren, makkelijk betaalverkeer gaan vergemakkelijken, afspraken gaan maken bij de banken, dat mensen moeten worden voorzien van een bankrekening om zaken te doen. Die dingen moet je eerst in orde hebben in het land en dat is het niet, toch? Ik zie dat die banken een beetje moeite maken, maar laten we eerlijk zijn. Als iemand ergens ijsjes verkoopt, of hij nou schaafijs verkoopt of whatsoever, hoe moeilijk is het niet voor die persoon om een bankrekening te openen? Toch? En dan zou je die schaafijsman en maaier die een chips maakt, die in die vierde echelon zit, die fourth party in die oil and gas sector, die zeg maar local content, die zou je moeten gaan trainen, toch? Want maaier kan misschien nu chips bakken, maar misschien bak ze chips met een olie die oud is. En die chips moet dan op die rig, die oilrig gaan. En dan heeft die hele crew straks diarree. Dus moet je maaier via handelenindustrie en al dat soort bedrijven die er zijn, dus zijn natuurlijk ook zeg maar kleine individuen. Het zou maaier moeten trainen in food handling. Hoe maaier de ingrediënten van haar chips moet opbrengen op de pakje chips. En dan goed, maaier moet ook werken aan de aankleding van haar pakje chips. En dan heb je daar weer misschien een ander bedrijf die jong ondernemer die gaat zitten op design van pakken chips. Ja, toch? Zoals die chips uit Trinidad komt en al dat soort landen in het Caribisch gebied. Want maar je gaat er chips niet zo sturen, toch? Want misschien niet, maar een kleine sealmachine. Maar die chips van maar is beperkt houdbaar. Dus maar je gaat moeten worden getraind. Of het nou maar is of maar er kinderen die moeten worden getraind. Maar daarvoor moet die staat zorgen. En die mogelijkheden moet je creëren voor die mensen om daadwerkelijk in die local content te komen. Want die buitenlander, dat buitenlands bedrijf, die grote bedrijven, die willen wel van je afnemen als dat land het afdwingt. Maar die willen wel goede producten. En als ze maar een goed product, als ze geen goed product in het land kan krijgen, dan is die gelegenheid voor local content ook zo van de tafel geveegd. Want dan heb je straks een grote importeur die dingen gewoon rechtstreeks laat halen uit het buitenland met waarmerk en noem maar op. En dan heeft maar ook geen local content. Misschien hooguit wanneer die mannen misschien awal komen om iets te doen, dan kan die maar ik kan zeer op chintillen. Maar ik had geen grotere omzet zien. Ja. Om het maar een voorbeeld te noemen. Maar je hebt die dingen in dat land nog niet op orde, maar je begint te gillen in het buitenland dat je investeerders wil aantrekken. Laten we eerlijk zijn, laat ons wel wezen, laat ons zelf niet voor de gek houden. Het was gewoon een beetje een high tea party. Het is gewoon een beetje ja, gebakken lucht, als ik het zo moet noemen. Ja, tot slot. So we have a lot to dream about. We hebben betere leiders nodig. We hebben visionairen nodig. We hebben iemand die een visie heeft voor het land. En ik denk dat het begint met de identiteit. Wie zijn we? Wie is Surinamers zijn? Als we dat hebben uitgevonden, dan denk ik dat we een goede weg, dat we een betere weg zullen inslaan. Suriname heeft zelfs een groot administratief organisatorisch probleem. Ik denk dat ze tegen om de 5 jaar gaan zitten uitzoeken wie er is, wie er niet is. Dan moeten ID-kaarten worden gedraaid, noem maar op. Je zit je af te vragen, we hebben een administratief organisatorisch probleem. De bedrijfseconomen en de economen onder ons, die weten waar ik het over heb. Als jouw organisatie of jouw land, de organisatie van jouw land, de administratieve organisatie van jouw land niet goed geregeld is, ga jij nooit de resultaten halen die je moet behalen. En het begint bij een behoorlijke burgerregistratie. Het begint bij het toekennen van een belastingnummer. Die dingen hebben we niet. Toch? En het is, alles is op losse eilandjes. De Belastingdienst heeft zijn eigen ding. CBD is daar. Die heeft dat. En noem maar op. En dan moet je shuffelen. Daarom moet je nu zo lang gaan staan in een rij toch voor een lousy geboorteakte. Ja. En daarom moet je zo lang gaan staan en daarom is er een achterstand bij om bijvoorbeeld jouw grondhuurrecht te betalen. Ik bedoel, die dingen zou je effectief moeten gaan inrichten. En dat kan je alleen wanneer je weet hoe je administratieve organisatie in elkaar zit. Als je dat hebt gedaan en daarnaast voor onszelf nagaan de identiteit, wie is Surinamer? Wie is Surinamer? Als je dat hebt gedaan, dan denk ik dat dat een basis is. Maar als je niet weet wie we zijn, dan ga je dingen zitten gillen en dan ga je gebakken lucht verkopen aan mensen. Dat is precies wat de politiek nu doet. Ze verkopen gebakken lucht.